It's love on the barricades. En wat het plan is, weet ik niet precies, maar in ieder geval om te laten weten dat, dat het niet cool is dat dit soort gave dingen die door burgers worden geïnitieerd en die ontzettend positief zijn, dat die gewoon weer van de kaart geveegd worden alsof het onbelangrijk is. Terwijl er te weinig subsidie is om echt mooie dingen te subsidiëren en de dingen die dan gedaan worden door mensen zelf, wordt ook niet getolereerd. Dus een beetje een raar beleid. We zijn net getrouwd en we willen op een hele speciale manier onze liefde voor elkaar laten zien. En dat doen we door middel van onze arm in een betonnen ton steken en dan aan elkaar klikken met een ring. Met een ring, zodat niemand ons ooit uit elkaar kan rukken. This is the newest way, actually, to really hold on to something which is more important than just making money. De valreep geeft ruimte aan de buurt op een non-commerciële basis, dus het is toegankelijk voor iedereen en heel laagdrempelig, om allerlei initiatieven te laten zien en te doen, dus workshops en muziekavonden en feestjes voor kinderen en allerlei dingen. En die ruimtes zijn heel schaars in Amsterdam. Heel vaak is het commercieel en duur en als je iets leuks wil doen, kost het hartstikke veel geld. En hier is dat niet zo. En hier is het gewoon voor iedereen toegankelijk. En het is, het is volledig op vrijwilligers gebaseerd. En mensen die er echt met hun hart voor gaan, zeg maar. En dat is uniek in Amsterdam. Dat is maar heel, je hebt er een paar plekken op één hand tellen. En het wordt steeds minder. En de gemeente is ook eigenlijk heel erg bezig om dat soort initiatieven te onderdrukken. En te ontruimen. Nou, dat is eeuwig zonde voor de geest van Amsterdam. Want de creatieve geest van Amsterdam heeft ruimte nodig. En dit soort ruimtes nodig. Ja, en die moeten blijven. Ik denk dat de mensen die in het bestuur zitten van stadsdelen en gemeentes en regeringen, die denken op een hele specifieke manier. Die zijn dit soort plekken niet gewend. Die weten niet wat hier gaande is. Ze komen er ook bijna niet of nooit. En die denken vaak heel erg in de mainstream structuren van hoe dingen gaan in het algemeen. Maar als je alleen maar daarin blijft zitten, is er geen vernieuwing in een maatschappij. En daarom is het belangrijk dat er dus ook ruimte is voor dingen die buiten die structuren vallen. Zodat een maatschappij zich kan vernieuwen, zich kan herontdekken en dat er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. En de regering is van nature niet gewend om buiten zijn eigen hokje te denken, als het ware. Dus is het voor hun heel voor de hand liggend om dingen die anders zijn te ontruimen. Zelfs als ze zo positief zijn als de valreep. Dus het is gewoon een ander slag van denken. Het is een bepaald soort mensen die in de regering zitten en een bepaald soort manier van denken. En zodoende denk ik dat ze de valreep besluiten te ontruimen. Maar ja, dan begrijpen ze dus iets niet van hoe maatschappijen werken en hoe je creativiteit en vernieuwing ontwikkelt. Nou, ik denk dat in Nederland op dit moment is het heel moeilijk voor mensen die zo gepassioneerd zijn als de mensen van de valreep. Die zo bezig zijn met het maken van mooie dingen op vrijplaatsen en zo. Is het op dit moment het klimaat in Nederland heel moeilijk. Terwijl je ziet dat in de rest van de wereld, in veel landen in de wereld, dat dingen juist verruimen als het ware. En in wat Nederland altijd was, het ruime land, is eigenlijk aan het verkrimpen. Wat heel raar is. Dus op dit moment is de toekomst voor deze mensen niet heel positief. Maar... je ziet in de geschiedenis eigenlijk dat altijd, het kan niet anders dat deze mensen de vernieuwing brengen. Het is niet te onderdrukken. Het is iets wat bestaat en het is er. En je kan het niet weghalen uit de maatschappij. Het lijkt alsof de regering dat idee heeft, dat je het kan ontruimen en dat ze dan weg zijn. Maar dat slaat eigenlijk nergens op, want het zijn bepaalde ideeën. En die ideeën die blijven bestaan en die blijven mensen hebben die dat laten zien. Dus dat blijft zich ontwikkelen en dat zal zich altijd op allerlei manieren in de maatschappij
ontpoppen. En je kan het ofwel de ruimte geven en het positieve eruit halen wat erin zit. Of je kan het proberen te onderdrukken. En dan is het allemaal heel vervelend voor iedereen. Dus je hebt eigenlijk als regering heb je een keuze. En op dit moment maken ze keuze voor het onderdrukken, waardoor het vervelend wordt voor iedereen. En ik hoop dat ze in de nabije toekomst het inzicht zullen hebben om de ruimte te geven aan dit soort mensen en het te cultiveren. Zodat dit soort, dat mensen die de valreep ontwikkelen of ADM of andere plekken in Amsterdam, dat die mensen de ruimte krijgen om de vernieuwing te brengen die ze zijn. Mijn hele leven is hier, mijn hele leven zijn dit soort plekken, mijn hele leven is deze liefde. Mijn hele leven is gewoon dit. Op dit moment is de sfeer heel erg positief, heel erg saamhorig en gezellig en leuk. Maar ja, dat zal misschien veranderen als de politie voor de deur staat. En de kans dat ze ons arresteren is best wel aanwezig natuurlijk. En dat is vervelend en dat heeft vervelende consequenties. Maar ik heb het er wel voor over om in ieder geval te laten weten dat het niet oké is. Dat de gemeente op deze manier tegen de burgers en hun initiatieven ingaat. Waarschijnlijk worden gearresteerd. Ik ben heel bang. Dat we... I really hope we're not gonna throw tear gas. Because... If we're gonna throw tear gas, that's very unfair. Because we're very peacefully resisting. Locked on to each other. And yes, it's scary as shit, but it's okay.